our destination. Nou, we waren onderweg naar de school, maar achter mij staat een vastgelopen bus. En hij zit ook echt gewoon behoorlijk vast. Oh ja! Girls, I have to tell you something. I'm not proud of it and I really don't know what to do. I had unprotected sex. You have to say it, right? You know, and then we can talk about what the difference is between the Netherlands and Holland. Het doel is eigenlijk gewoon om te laten zien wat zij eigenlijk het belangrijkste vinden van al deze problemen. Child marriage? Ja, het gaat goed. We hebben allebei wel spraakzame buddies, dus dat scheelt ook wel. Oh no, I'm HIV positive. What do I have to do? Nou, we zijn hier toneelstukjes aan het kijken van leerlingen om HIV en AIDS bespreekbaar te maken. HIV is een killer. En hierdoor kunnen de Malawiaanse studenten kijken op hoe ze eventueel kunnen reageren als ze bijvoorbeeld moeten zeggen dat ze AIDS of HIV positief zijn. She can raise money to buy her medicines. Oh, that's a good plan. Yay! HIV is eigenlijk gewoon een virus dat binnen 3 dagen eigenlijk gewoon nog goed te behandelen is. En vervolgens wordt het pas echt AIDS en dat is echt pas dodelijk. Dus het is maar voor mij echt heel raar dat het eigenlijk zoveel voorkomt, terwijl ze gewoon weten wat ze moeten doen en hoe ze het tegen kunnen gaan. HIV en AIDS zijn nog steeds behoorlijke taboes in Malawi. Dit merken we ook bij onze buddies, maar ik ben heel erg blij dat we er behoorlijk goed over kunnen praten met onze buddies. Ik sta op dit moment naast een ziekenhuis. We gaan hier zo meteen naar binnen om te kijken hoe dit ziekenhuis nou precies te werk gaat. Ik loop hier door de gangen van het ziekenhuis en hier worden mensen getest op AIDS. Wij gaan nu een laboratorium in, maar het is strictly prohibited to enter this zone. Kijk, daar gaan we. Doet wat bloedplasma van echte patiënten. Doet hij op dit stripje. En als je hier 2 duidelijk zichtbare lijnen kan zien, dan is de patiënt HIV positief. How many people with HIV in total will come to this hospital? It's almost 40-45 per day, yes. A day. Dat betekent dus dat ongeveer 10% in het ziekenhuis AIDS heeft. Why are there so many HIV infections over here? Because of poverty, you can say so, yeah? And the lack of employment. Jezus. Ik, dit is heel heftig wat ik hier nu zie. Het is moeilijk om te zien hoe hier mensen er zo ellendig bij liggen. Dit is niet een plek waar je heel graag zou willen liggen. Dit is wel, het blijft steeds weer heftig. Why is that kid up here? The kid is suffering from malaria. Malaria? Oh. Malaria, as you know that this is rain season. So a lot of mosquito, which causes malaria, are breeding very fast. Okay. Ja, hier slikken wij de pillen voor. Dit kind heeft malaria, die is gebeten door een mug en die moet hier dus verblijven. Do you know how she's doing?